Vandaag ga ik undercover in Justin zijn Minecraft toernooi. Een van deze mensen is de echte Walnut. Maar wie? Justin moet er dus achterkomen wie ik ben. Alleen is dat niet zo makkelijk. Justin, denk jij dat jij er klaar voor bent? Er zijn zoveel verschillende. Er zijn zoveel varianten van mij hier beneden. En ergens daartussenin sta ik. En ik zou zeggen, het is helemaal aan jou. Je mag ze laten doen wat je wilt. Ik zal luisteren. Ik zal alles doen wat er gevraagd alles? Wordt en zo. Alles. Alles? Alles. Ja, misschien heb ik je al geslagen. Wie weet. Misschien nog niet. Ja, maar er zijn ook zoveel verschillende dezelfde. Dat kan ik nooit onthouden. Er zijn zoveel versies van mij. Mensen hebben allemaal eigen skins allemaal gemaakt. Allemaal ogen zie ik. Ik zie allemaal koningversie. Ik zie mijn normale skin. Ik zie half naakte. Mensen hebben... Het is echt helemaal bijzonder dit. Wat een verschrikking. Ze zitten allemaal in survival, hè? Inderdaad. Iedereen zit in survival, ja. Ja, maar dat zal nog niks... Oeh. Oké, nee, maar dat zal nog geen damage doen. Dat zal nog niks doen. Ja, ja. Hoe ga ik hier nou achterkomen? Dat is ja, een goede vraag. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Wat moeten jullie doen? Even kijken. Het zijn zoveel versies, Justin. Ja, het is niet te doen. Heb je altijd al mij eens een keer willen rondcommanderen? Dan kan dat nu, maar gewoon in de grote XL-versie. Ja, ik heb geen flauw idee. Hoe ga ik dit doen? Oké. Okay. Ik heb een idee. Jij hebt een idee? Ja. Dus, nou. Ik ga een val maken. Ik ga de val maken. Ja? Oh, wacht. Dat werkt niet zo. Jongens, alsjeblieft. Ja, je moet ze commanderen, Justin. Als jij ze weg wil, moet je dat zeggen. In een cirkel. Hup. Rennen ze weg, of? Nee. Dat gaan we dit doen. Nou, geen idee. Geen goed idee. Laat maar. Geen goed idee. Justin, mensen zijn elkaar in het midden helemaal verrot aan het slaan. Ze luisteren wel heel goed naar je. Kies een kant. Kies een kant. Doe je dan gewoon een muur? Ja, gewoon een kant. Maar niet uit. Okay. Gewoon een kant. Kies. Gaat dood. Wie niet kiest, gaat dood. Oh. Ja, nee, hij luistert er gewoon je niet. Je maakt ze ook gewoon, als ze niet luisteren, dan maken ze ook gewoon dood. Oh mijn god. Dit is geen kant, hè? Dit is een kant. Ik geef jouw reactie, jullie reactievermogen testen. Oh god. Oh god. Oh, 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 Justin! Niet leuk! Niet leuk! Jawel. Helemaal niet leuk! Ze krijgen geen damage. Hoezo geen damage? Mensen krijgen wel damage, hoor. Ja? Dat weet ik wel zeker, ja. Was je net de laatste creeper aan het killen toevallig? Misschien. Ja, maar iedereen is alweer weg. Ik heb iedereen is alweer verdwenen. Ga eens wat persoonlijks vragen, want alleen ik kan weten, Justin. Alleen wat jij kan weten? Ja, laat ons iets doen wat alleen ik kan weten. Wat jij kan weten alleen? Ja, nou misschien wat meerdere mensen. Wat 50% van de mensen zou weten. Dan weet je 100% dat ik het zeg maar ben. Ren naar het midden. Ja, dag! Ik weet je dat er nu echt iemand aan willen ging rennen. Oké, Max. Ja. Sta jij aan de kant van Gerard? Ik ga helemaal niks zeggen over in dat opzicht. Waarom loop je rond als kerstman? Ah, daar heb je nu weer de kerstman. Zal ik hem volgen? Volg hem. Ik heb hem even gevolgd. Heel eventjes. Ik zie een halve brik halen bij jou. Heel eventjes gevolgd. Dus je staat aan deze kant? Misschien. Oké. Okay. Ik heb geen flauw idee hoe ik erachter moet gaan komen dat jij wie jij bent. Ja, het is op zich wel simpel. Hoezo is het simpel? Er zijn niet zoveel versies van mij of zo hier. Ja, nee, maar ik kan wel gaan zeggen. Ben jij het? Maar ik moet iets gaan bedenken. Ik ga gewoon een klein parcoursje maken. Simpel. Waarom zijn die blokken niet zichtbaar? Wat is dit? Oh. Is ze wel zichtbaar? Een houten blok heb je gebruikt. Nee. Mensen gaan al gelijk. En nu gaat iedereen. Ik ga ook. Ja, maar hallo. Ik ben al veel te laat met typen. Eentje ging en volgens ging de rest ook. Oh mijn god. Ja, ik was absoluut in het midden. Ik was absoluut bij het parcours was ik eventjes. Nu niet meer. 100% ben ik niet meer. Oh. Ja, ik ben gewoon heel streng. Oh, SpongeBob. Vlucht SpongeBob. Ik wou zeggen, hij is toch proberen het parcours aan te doen. Ja, dat vind ik helemaal niet leuk dit. Hallo. Hey, jij daar. Wil jij nou ook van deze prachtige Minecraft-servers? Kijk dan heel even in de beschrijving op dat gepersonaliseerde Walnut-linkje. En krijg jouw server met 15% korting. Oh, aapje wilt dat proberen. Oké, daar gaan we. Jezus. Weet je hoe moeilijk dit is met zoveel mensen? Je kan de blokken niet eens zien. De blokken zijn niet eens zichtbaar, Justin. Oh mijn god. Je wil niet weten... Je hebt hem al gehaald. Hoe moeilijk het parcours is. Je hebt hem al gehaald. Ik heb hem nog niet gehaald, ik ben heel eerlijk. Nou, dan heb ik een 3, oké. Ik ben heel eerlijk, ik heb hem nog niet gehaald. Geen rainbow, geen dingetje en geen Steve, oké. Okay. Nee. Nee, ik heb hem echt nog niet gehaald. Ben je nog steeds in de massa? Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Zo spijtig. Je hebt hem ook al gehaald of niet? Mogelijk de kerstman. Oeh, de kerstman had hem bijna. En die daarna ook. Waar ben je nu in het parcours, ongeveer? Ik moet zeggen, ik had hem gehaald.
Je had hem gehaald? Ik had hem gehaald, ik stond nee. Er zat een rode smiley face achter op dat ding. Klopt dat? Op die cape. Ja. En een verdrietige rode smiley face. Ja, maar die staat er nog steeds. Nee, ik ben weggegaan inmiddels. Nee, die smiley face staat ja, die rode smiley staat er nog, maar ik was dat niet. Ik was dat niet, maar shit. Ik stond er wel. Oh, wacht, kunnen we even pauze en even opname terugkijken? Nee. Je moest maar gewoon goed onthouden wie er al stond. Ja, wie staat er niet meer? Wie stonden er en wie staat er niet meer nu? Ja, dat weet ik niet. Zijn er nu tussen? Nee, ik sta er niet tussen. Oké, dan moet ik dit onthouden. Okay. Nu sta ik er niet tussen. Onthoud het goed, dat weet ik niet. Eentje met onderbroek. Eentje met navel. Eentje in de rainbow. Eentje die veel op jou lijkt met oranje, met rode cape. Nog iets. Steve en meneer met de boze smiley. Wat je dat kan doen, je zou hun een ereplekje ergens kunnen geven waar alleen zij naartoe kunnen. Jij staat er nu ook op, of niet? En dan kan je ze hun veilig stellen. Nee, ik sta er niet op, maar dan kan je hun veilig stellen. Als je hun pad nu uitbreidt voor hun, dan maak je een soort platform waar alleen zij kunnen staan. En als ik daar dan niet op sta, dan weet je in ieder geval dat zij veilig zijn. Kijk, het is lullig om ze gelijk dood te maken. Heb je nou weer gefaald? Nee. Niet? Nee. Heb je toevallig iets van een aap aan of zo? Een aap aan? Een aapskin? Ik heel eerlijk zijn, ik ben geen aapje. Geen aapje? Ik ben geen aapje. Inmiddels sta je dus wel op een platform, heb ik het idee. Maar dan ga ik het parcours iets moeilijker maken. Dan zet ik hier bovenaan. Ik stond inderdaad op een platform, maar ik ben er weer af. Nee! Echt, zeg maar, net vroeg je het en toen zei ik nee en toen sprong ik erop en toen vroeg je het niet meer. En ik stond er weer op. Heb je opgelet wie erop stonden? Nee. En wie er mist? Ja, maar dat is niet te doen, dit. Ja, daarom moet je een soort veilig platformje maken voor degenen die er nu al zijn. Nee, maar, zeg maar waar ze niet meer terug kunnen. Dat ze daar gewoon permanent staan, weet je. Want nu kon ik heen en weer. Zit je nog in het parcours? Ik zit nog in het parcours, ja. Oké, dan ga ik deze mensen ook niet veilig stellen. Dan heb ik zelfs een groepje. Dan heb je wel een goed groepje, inderdaad, ja. Ik moet toch iets gaan verzinnen. Mm-hmm. Sta je nu op het goud? Ja? Misschien. Nog steeds? Misschien, ja. Nu dan. Misschien? Misschien. Misschien. Ja, misschien is ook geen liegen. Nee, natuurlijk. Oké. Ik ga gewoon wat mensen... Zit je nog in het parcours? Nee. Niet? Niet? Nee. Maar ja, ik zit niet in het parcours, nee. Ja, echt? Oké, spring eraf. Spring eraf? Hoezo? Spring eraf. Hoezo? Spring eraf. Dat weet ik niet. Ik ben geen dokter. Ben je geen dokter? Nee, ik ben geen dokter. Heb je iets roods in je skin? Nee, dat is te veel gevraagd. Nee, oh ja, hallo, ik moet al dat iets hebben. Dat is eventjes te veel van me gevraagd. Zit je nog op het goud, Max? Misschien. Nu nog? Misschien. Wat is misschien bij jou? Ja, gewoon behoorlijk misschien. Behoorlijk misschien? Behoorlijk misschien. Oké, ik vind het... Wat is jouw doel? Is het jouw doel om mij dood te maken of is het jouw doel om mij juist als laatste over te houden? Dat vind ik een moeilijke. Ik denk dat het leuk is dat jij moet proberen om mij als laatste over te houden. Dat ik wel blijf leven, weet je? Dat ik zo lang mogelijk in blijf, dat jij dat voor mij probeert. En je moet gewoon langzaam de mensen eruit selecteren die ik niet ben. Oh? Nou ja, er is in ieder geval goed iemand. Nou, hij is ook gelijk op lijn. Je zit nog momenteel op het goud. Ik zit op goud, ja. Ik ben inderdaad met mijn voeten op een goudblokje. Ja, dat moet ik toch helaas... Oh! Je hebt Robin doodgemaakt! Sorry, Robin. Kijk, dat is wel slim aan mijn kooi, dat je niet meer... Je zit op goud, hè? Ik sta op goud, ja. Nog steeds, hè? Dat is René! Je hebt René doodgemaakt! Ja, het is niet anders. Oh. Oké, jongens, maak het platform wat groter. Anders val je er zo weer af, hè? Overal die gouden blokken. Kijk, nu is dus zometeen de belangrijkste vraag. En nu weet ik het 100% zeker. Sta je momenteel op goud? Ik sta momenteel op goud, ja. Oké. Sta je momenteel op iets roods? Nee. Niet? Nee. Je staat niet op rood? Ik sta niet op rood. Oh mijn god, ga je weer mensen doodmaken? Wat gebeurt er? Massamoord. Massamoord? Want ze krijgen geen damage. Oh, wat wil je doen? Waarom krijgen ze dan weer geen damage? Dat is jammer. Oh mijn god, ik zie wat je doet. Ik zie wat je doet. Ja, wat doe je? Het is niet anders. Wat doe je? Het is een test. Yes, oh mijn road. God. Oh mijn god. Oké. Hoe gaan we er nu verder? Ja, hoe ga je dit doen? Ja, je kan iedereen weer naar beneden laten nu, want je hebt nu best wel alles verkleind. Sta je op de grond? Begaande grond? Of ik op de grond sta? Ja. Misschien wel, ja. Ja, ik sta op de grond. Ik ben niet meer op goud. Oh, dan ga je die mensen wel doodmaken! Ja, goed idee. Max, ja. Ga aan de noordkant staan van de kubus. Hoezo? Kijken of mensen je volgen en dan zet je pech. Hoezo kijken of mensen me volgen? Ja, gewoon. Nee, je moet het in het... Nee, dit is geen quiz. Je zou een quiz doen. Ja, nee, heb jij bezonnen. Ja, maar ook... Ja.
Een quiz. Ja, een quiz. Ga dingen vragen waarvan je weet dat ik het weet, waarvan jij weet dat jij het weet. En dan ga je kijken of mensen het goed hebben. Ik gok. Ik heb het idee dat jouw favoriete kleur wel blauw moet zijn. Als ik overal zie ik blauw. Dus ja. Nu is de ultieme vraag. Heel veel mensen hebben blauw in het YouTube. Kies je kleur. Kies je favoriete kleur. Dus ik moet mijn favoriete kleur niet kiezen? Ja, je kiest je favoriete kleur. Oké. Het spijt me. Ik heb gekozen. Je hebt gekozen. Ik sta bij mijn favoriete kleur, ja. En ik ga van zeggen, mijn favoriete kleur is niet blauw, Justin. Wat jij denkt. Niet? Nee, dat is niet mijn favoriete kleur. En nou, je hebt hem wel toevallig tussen gedaan. Dat vind ik wel heel toevallig, dat je hem ertussen hebt gedaan. Dus het is niet blauw? Het is niet blauw, nee. Oh. Je gaat er... Kijk, mensen wegrennen gelijk. Oh, wat lullig. Je staat nog steeds aan je kant, natuurlijk. Ja, dat is niet. Oké, welke persoon staat rechts van je? Walnut. Ja. Sta je aan de kant met meer of minder mensen? Weet ik niet, eerlijk gezegd. Nee, ik kan het niet zo goed zien. Niet zo goed zien? Nee, dat is heel moeilijk te zien. Is het dan toch oranje? Ah, misschien, wie weet. Ja, want vroeger had je wel iets met oranje. Je gaat er gewoon op gokken. Dan ga iedereen naar rood vermoorden. Ja, ik moet toch ergens gaan beginnen. Ja, je moet ergens gaan beginnen. Maar ik moet opletten dat je niet in één keer gaat... Oké, ja, ik zou zeggen, doe je ding. Mensen rennen. Kom naar geel, jongens. Hier is het veilig. Kom naar geel. Hier is het veilig. Maar nu? Ja, je hebt niet zoveel mensen vermoord. Je had sneller moeten zijn. Kies je favoriete kleur. Ja. Ja, ik sta lekker veilig hier. Ja, dit is een tactiek. Want nu gaan mensen weer terug. Ja, wat gaat er gebeuren? Je hebt wel weinig mensen nog over. Dat bedoel ik, het schiet het op. Het schiet al op inderdaad. Het schiet op, maar ja. Hoe ga ik... Eigenlijk moet ik iets met skill. Ja, wat je kan doen. Je kan toch gewoon... Je kent Simon 6 toch wel? Ja. Nou, doe dat. Justin zegt... Oké. Buk naar oranje toe. Ah. Nee, ja, iedereen snapt hoe het werkt. Iedereen snapt hoe het spelletje werkt. Justin zegt, ren naar het glas en terug. Ja, ik blijf staan. Waarom bleef je staan? Oh! Damn! Ja, ik moet geen genade, Tony, op het moment. Geen genade. Ik ga proberen iemand. Oh, hij let niet op! Hij kon er niks aan doen. Wie hij? Ja, hij. Die zeg maar geslagen werd, die bewoog. Oh, er bewoog nog iemand. Ja, ik wou het zeggen. En nog iemand zie ik bewegen. Ze staan ook allemaal. Oké. Ja, meneer... Oké. Wat nu? Niemand beweegt! Oh, ik zag één iemand bewegen. Ik zag iets, man. Ik zag één iemand bewegen. Niemand doet wat, hè. Als je geen Justin zegt, doet niemand wat. En? Ik durf mijn hele muis toetsen voor niet eens aan te raken op het moment. En iedereen gaat weer. Als je zegt Justin zegt, dan doe je dat. Oeh, mensen slaan elkaar. Dat heb ik niet gezegd. Nee, dat bedoel ik. Er gebeurt niks. Nee, mensen snappen hoe het spelletje werkt, Justin. Slaan is niet de bedoeling, toch? Oh, dat is Julian. Ja. Je hebt Julian te pakken. Oh. Ja, je mag niet slaan. Hij stond stil, dus dat mag niet. Oh. Ja, je moet streng zijn. Ja, je moet streng zijn. Maar waarom zo op eigen risico? Waarom ga je dan weer in dat hoekje staan? Oké, Max. Ja. Sta je aan de oranje kant? Nee. Nu? Nee. Niet? Nee. Ik sta niet aan de oranje kant. Dus ik ben ook niet nummer 1. Nee. Ik was niet nummer 1. Ren naar het gas toe. Wie het laatst is, gaat dood. Maar er staat geen Justus zegt. Niemand gaat naar het glas. Ja, eentje ging. Ha. Oh, de koning. De koning dat slaan is irritant. Mag het slaan uit? Nee, dat is een risico. Het is een risico inderdaad dit. Ja, maar nu moeten we juist slaan. Ja. Nu moeten we juist slaan. Hey. Ja, dan ben ik ook aan het slaan. Ik ben spannendjes, wat wil je van ons? Ja. Wij vinden dat een game dat er heel veel lag is. Lag? Ja, dat iedereen stilstaat. Oh, hey, maar we moesten ons even bij de muur blijven staan, of niet? Ja, maar ik sta stil, dus... Ja, maar je zei... Justin, sta stil. Je hebt nooit gezegd, Justin, gaan we van de muur weg. Je moet even... Makkerij, je kan het zeggen. Je moet even oriënteren. Ah, die sloeg. Je mag niet slaan. Maar je staat hier, als het goed is, sta je hier nog tussen. Ik sta hier tussen, ik ben één van deze.
Ik ben één van deze knappe koppen. Deze stond straks op het goud. Wie? Ja, deze mevrouw hier met zijn luier. Okay. En toen was volgens mij de vraag, sta je momenteel op het goud? En toen was het antwoord nee. Ja. Dus? Dus? Dat ben ik inderdaad niet. Eén van deze onthoud goed de skins, zou ik zeggen. Ja, maar, er zijn geen dubbele meer volgens mij. Of nee, wel? Nee. Eén dubbele volgens mij. Niemand kijkt ook. Nee, niemand durft wat, Justin. Niemand durft wat te doen. Justin zegt, kijk me aan. Nou, dan kijken we je aan. Oeh, ja. Volgen, denk ik. Ja, eentje doet het niet. Eentje wie volgt er niet? Oh. Iedereen snapt wat de bedoeling is. Wat was je bedoeling? We mogen toch niks? Nee, maar hij bewoog. Je hebt hem dood gaan, Justin. Dat is een risico. Ben het is een risico om dood te gaan als er een creeper staat. Waarom maak je zo druk om medespelers? Het is toch een risico? Justin zegt met rood, loop naar me toe. Je hebt rood. Nee. Wat is dit? Waar zie je rood? Oh, in je handen, sukkel! Je had het in je handen toch? Je zegt met rood, loop naar me toe. Ja, met rood in de skin bedoelde ik. Ja, jongen! Ik heb niet gezegd, loop naar me met toe. Met rood, loop naar me toe. Je hebt rood in je handen vervolgens. Ja, loop met rood naar me toe. Je zegt, Justin zegt met rood, loop naar me toe. Ik dacht met rood, loop naar je toe. Skin. Oh mijn god, jongen. Maar wie ben ik nou? Ja, geen idee. Je zou nu alle mensen met een normale wandelskin die kant op kunnen brengen. Ja, dat is een goeie. Ho, 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 ho! Hey, wat doe ik hier eigenlijk? Nou ja, nu ik hier toch ben, laat ik jou dan heel even vertellen dat we bijna op die 300.000 abonnees zitten. Kijk maar, pam! Kijk, maar als je daar nog geen onderdeel van bent, abonneer jij dan zeker eventjes. Dan ben je één van de 300.000. En like meteen ook even de video, dan ga ik nu, verstoppen. Ja. Wow. Oké, Justin, ik heb het een soort van opgelost. Mag ik kijken? Ja. Nee, ben je teruggekomen? Ik ben teruggekomen. Ben je teruggekomen? Ik ben teruggekomen. Maar welke was het? Ja, nu is het goed opletten. Ah, wat, nee. Wat is de situatie? Nee. Nee. Ik ben teruggekomen als een ander. Nee. Oké, wacht. Volg het schaap. Oh mijn god. Oké. Dit is de tweede kans dit. Dit is de tweede kans voor mij. Het schaap beweegt niet, Justin. Nee, het schaap doet niks. Je moet hem volgen. Hop, 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 hop. We volgen het schaap. We volgen hem actief. Waarom sloeg je hem? Waarom sloeg je hem? Ja, ik klikte. Waarom sloeg je hem? Nu moeten we jou volgen. We gaan van een schaap gaan we naar jou. Ja, we luisteren wel goed met z'n allen. Dit is zo dom. Niemand beweegt ook iets. Als jij zegt, Justin, sta stil, Justin, dan staan wij stil. Justin zegt, loop naar het rode blokje. En je handen. Dat is toch hetzelfde als volg jou? Ja. We snappen hem wel. We snappen hem wel. Ja. Oh god, een parcours. Oh god. Nee. Waarom dan weer een parcours? Ja, ik heb niks gezegd over het parcours, dus ja, dat is wel goed. Ik wou zeggen. Eén iemand is echt bij je gekomen, maar hij is bij je gekomen. Ja, de rest komt ook. Ja, we zijn allemaal naar je toegekomen. Justin zegt, doe het parcours. Kijk of de meneer naast me blijft staan. Hey, het schaap doet ook het parcours. Ja. Iedereen heeft hem in één keer gehaald, volgens mij. Ja. Oké, Justin, nu is het moment. Je moet er even achterkomen wie ik ben. Zorg er, je moet nu even gewoon ons op een rijtje zetten en even vragen gaan stellen. Oké. Kijk, deze persoon was er al. Dus, deze is niet. Oh, dat is slim. Dat is slim. Meneer de onderbroek. Ja, was hij er al? Kan je dat nog herinneren? Die was er ook al. Ja. Deze was er ook. Oh, oké. Maar nu wordt het lastig. Ja, nu is het alleen nog maar een beetje hetzelfde. Maar ik vraag me dus af, er zijn drie dezelfde. Ja. En eentje niet. En eentje niet, inderdaad. Maar, was het... Stond hij er al tussen? Sta je recht? Hoezo sta je recht? Sta je recht? Recht, ik snap niet wat je bedoelt. Gewoon recht, als poppetje? Ja, denk ik. Ga rechtop. Oh! Zo recht bedoel je? Ja! Je stond scheef! Ah, op die manier recht! Ja.
Oh, man. Nee. Weet je, ik heb het wel lang volgehouden, Justin. Ja, dat is waar. Ik heb het wel lang volgehouden. Had je me al meerdere keren door of was het echt onmogelijk voor? Oh, ja, het was niet te doen. Echt niet. Ik had zoveel vertrouwen in mijn nummer 1, maar toen ineens niet meer, toen was alles weg. Je hebt geen moment, heb je ook inderdaad gewoon even gedacht van, nou, dit is nee, maar je zei, ja, ik stond op goud. Ja, maar keek ik net de andere kant op, zie ik een heel mierenleger en denk, ja... Ik moet wel zeggen, ik heb me vermaakt. Ja, maar ik vond het verschrikkelijk. Wil je het nog een keertje doen ooit? Of? Misschien voorbereid. Misschien voorbereid. Misschien heel goed voorbereid. Misschien heel goed voorbereid. Nou, Justin, ik was al die tijd gewoon iemand met mijn normale skin. Ik vond het wel leuk om te zien hoe je je best hebt gedaan om het te proberen. Op zijn minst. Ja, René, die staat hier. Ik vind ook dat er heel veel leuke skins aanwezig zijn. Ik ga even de winnaar moeten... wie het voor... Nou, ze zijn niet echt winnaar en verliezers met dit. Jij hebt gewoon wat mensen random vermoord hier en daar. Ja, ik weet... Sowieso was er eentje. Deze heeft gewonnen. Ja, deze heeft gewonnen inderdaad. Deze heeft gewonnen en nog twee van die andere pakjes. Volgens mij deze die nu voor je staat. Deze. Deze? Ja, deze, ja. Ja. Die nu springt, deze heeft gewonnen. Nee, die heeft gewonnen. Nou jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Kijk ook naar Justins kanaaltje. Linkje daarvan staat in de beschrijving. Wil je nou een ander leuk event zien, dan kan je dat zeker doen. Oeps. Namelijk deze video. Dit is een hele leuke video. Moet je zeker even kijken. Zeker even liken. En dan nu spreek je later. Glaasje water, tilt 4 flesje bier. Tot de volgende keer.